We hadden niet verwacht dat we zomaar even zouden winnen. Maar dat we binnen 20 minuten met 4-0 achter stonden, ja, dat hadden we niet verwacht. Dus, is dat al een spanning te wijten? Ja. Ik denk voor 95% van deze groep is het voor het eerst dat ze überhaupt in het stadion spelen. Dat ze op dit niveau spelen. Dat er zoveel toeschouwers zijn. Waar ik overigens complimenten voor moet maken, absoluut. Dan staat de kleedkamer vooraf bol van de spanning, absoluut. Ja. We hebben in de rust hebben we afspraken gemaakt. En toen was iedereen een beetje klaar met het bewonderen van de tegenstander. En toen zag je gewoon dat we meer rust hadden, beter begonnen te voetballen en natuurlijk kansen kregen. Een paar, ja. Het was niet fijn, denk ik. Nee, het was zeker niet fijn. Maar ja, weet je, op naar de volgende wedstrijd en daar gewoon knallen. Vooraf had ik ook gehoopt, zeg maar, te weten waar we staan. Nou, dat is nu super duidelijk. Hè? Dus laat staan dat we weten echt wel waar we aan moeten werken. Ja, dan is het aan elkaar. Hè? Alle 21 speelsters plus de staf. Ja, om dat snel op te pakken, in kaart te brengen waar de prioriteit ligt. Om uiteindelijk snel te leren. Ja.